Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Het was vandaag weer Bloemetjesmarkt. Zoals ieder jaar kwamen mensen van heinde en ver de Groningse binnenstad bezoeken. En dat betekent voor de markthouders een hele uitdaging. En wat voor klanten heb je nou het meest? Vooral Duits, moet ik zeggen. En dat is ook wel goed. Voor mijn studie doe ik ook Duits. Dus ja, perfect toch? Hoe is het met je Duits? Een beetje goed, ja. Kan beter. Volgens deze marktkoopman valt het dit jaar wel mee met de jaarlijkse invasie van Duitsers. Nou, vorig jaar viel het echt op. Nu valt het wel mee. Vorig jaar waren het echt bussen die binnenkwamen. Het is rustig met de Duitsers. Dat geeft ons de kans eindelijk eens gewoon Nederlands te praten op de bloemetjesmarkt. Zo meneer, u heeft al bloemetjes op de kop getikt. We komen uit Duitsland. Alle bloemen ingekocht? Ja, dat moet ik Hollandisch kunnen. Ik kan geen Hollandisch. Nou meneer, ook op visite hier bij de bloemetjesmarkt. Op Duitsland. Toch nog aardig wat Duitsers dus. Daarom loopt de politie van onze oosterburen een dagje mee met hun Nederlandse collega's. Ik ondersteun die Groninger collega's. We hebben zeer veel Duitse toeristen hier. En daar kan man immer ondersteuning gebruiken, ook wegen de sprache vielleicht. En wenn die Duitse toeristen problemen hebben, dan kan man schön zusammenarbeiten en helfen. En samen spreken ze Duits of Hollandisch? Also überwiegend Deutsch, weil mijn Hollandisch is nog niet zo goed. Hallo, ik zie dat je een bloemetje hebt gekocht. Voor jezelf? Keine Ahnung. From Germany. Dag mevrouw, een beetje naar je zin hier. Ik verstehe sie gerade nicht. Ah, zo is Duits. Ja. Dan toch maar weer eens in ons beste Duits proberen. Beide voor 10 euro. Entschuldigung. Was macht das Bloemetjesmarkt zo bijzonder? Bloemen. Alle bloemen. Ah, je bent gewoon Nederland. Ja, ik ben van, ja. Zie ik er Duits uit? Nee, ik dacht, er komen toch alleen maar Duitsers hier? Nou nee, ik ben echt geen Duitser. Dus maar weer terug naar het Nederlands. U heeft een speciaal kratje voor de bloemen. Wat zeg ik? Oh, du bist Deutsch? Ja. Ze hebben een speciaal kratje voor die bloemen. Ja, exact. Met je dan. We hebben niet zoveel plastic verbruikt. En het bleef nog lang onroerig in de stad.